Ik hoor iets, er is iemand. Allee. Verstopt u. Oei. Een accidentje of wou je op tafel springen? Wat is er met je voet? Met mijn voet, dat is juist niet opgevallen. Dat is een accident. Zeg, wie is dat alstublieft? Je kent Jens toch? Hij helpt mij bij mijn huiswerk. Serieus? En met welk vak? Met seksuele voorlichting zeker? Dat is natuurlijk altijd plezant met tweeën dan alleen. Eerste jongen, het amusement. En veel chance met huiswerk, maar zorg wel dat je geen plakken op mocht. Jong, zeg nou nog een keer hoe dat jij het. Want dat zal ik nou precies een klein beetje vergeten. Jens, wij hebben elkaar eens ontmoet aan de academie, maar dat is al even geleden, dus je kent mij misschien niet meer. Jens. Ja, dan moet ik zeggen, ik heb eens iemand gezien bij ons Pauline aan school, maar die zijn gezicht, dat was toen zo dicht tegen dat van haar. Ik kan me echt niet meer rappeleren wie dat was. Excuseer, Theo. Zeg, jij waart toch goed in Frans, hè? Hm? Hoe vertelt je dat hier? Oeh, dat is lang geleden, hè? Er is wel iets anders dat ik heel goed in het Frans kan zeggen. Kom eens. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Goed, ik ga naar huis. Je kunt het nu wel alleen, zeker? Ja, het zal wel lukken dankzij u, hè. Zo, dag, hè. Ja. Mwah. Gelle zou beter naar de toneelschool gaan. Hè. Alhoewel, het is eigenlijk al niet meer van doen. Oui, j'ai compris, merci beaucoup, alstublieft. Manneke, weet uw moeder eigenlijk dat jij lievert? Nee, die weet dat niet en het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. Ah, wel, dan geef ik u naar gelijk eens. Je bent 15 jaar, dus het is nog veel te vroeg. Hoe oud is dat manneke eigenlijk? Dat zijn uw zaken niet. Volgens mij is die veel te oud voor u. Volgens mij moet jij daar niet mee moeien. Jij bent mijn vader toch niet? Hij toch. Harm. Is dat nu wel een goed idee dat je weer voor de Frank gaat werken? Ja, het is toch altijd iets met die gast. Meer ongelukken dan stelen, toch? Hoe ga je dat doen? Voilà, dat ligt gemakkelijker. Ik weet dat nog van toen ik met mijn voet in de gips lag. Nee. Ik zie dat je hier in goede handen bent. Ik ga even naar het toilet. Is het zo beter? Is het zo beter? Als het op comediespelen aankomt, dan heb je ook 10 op 10, hè, juffrouw. En is er nog iets dat ik kan doen voor u? Ja, uw moeder vertellen dat je lief hebt, godverdikke. Zeg, dat is een grap of wat? Zie je, ga me nou lachen? Luister, manneke, ik meen het serieus. Dan krijg je 24 uur de tijd om tegen uw moeder uw gelegenheid te zeggen. En anders dan doe ik het zelf. Je meent dat niet? Zeg maar zeker. Ik heb niks te verliezen, hè. Je durft dat niet. Zo, ik heb honger. Zal ik nog eens die spaghetti maken met 4 kaassoorten? Wat denk je? Doe maar.